De Via heeft zich in Saoedi-Arabië niet van haar beste kan laten zien. De Autosportbon liet Fernando Alonso op het podium klimmen, deelde vervolgens een 10 seconde tijdstraf uit waardoor de beker dus naar George Russell ging om vervolgens toch maar weer die derde plek terug te geven. Uiteindelijk is het Alonso gelukt om podium nummer 100 te pakken uit zijn carrière en de Spanjaard is daarmee toegetreden tot wel een heel exclusief clubje. Alleen Kimi Räikkönen, Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wisten meer dan 100 podiumplekken te verzamelen. De Spanjaard kreeg oorspronkelijk een straf van 5 seconden, omdat hij bij de start van de race niet binnen de lijntje stond. Maar toen hij de straf uitzat tijdens zijn pitstop, werd gezien dat de achterste monteur zijn auto raakte voordat de 5 seconden voorbij waren. De Stewards merkten dat pas in de laatste ronde van de race op en konden dus pas na de podiumceremonie een extra straf van 10 seconden opleggen. In haar verzoek om herziening voerde Aston Martin aan dat, hoewel de auto van Alonso werd aangeraakt, er niet is gewerkt aan de auto. Hierbij houdt het team artikel 54.4 van het sportreglement aan en daar wordt gesteld dat ook het bevestigen van de krik als werken aan de auto wordt gezien. Maar ja, dat argument verwierp het team en die stelt dus dat de stewards het bij het verkeerde eind hadden. De herziening kan alleen plaatsvinden als belangrijke en relevante nieuwe informatie is ontdekt die niet beschikbaar was voor de partijen die om de herziening verzochten op het moment van de betrokken beslissing. Ja, die nieuwe informatie had het team van Aston Martin dan ook. Er werden namelijk een aantal vergelijkbare situaties uit het verleden erbij gehaald, waarbij exact hetzelfde gebeurde, maar er vervolgens geen straf werd uitgedeeld. De officiële lezing is dat Stewart simpelweg niet konde aantonen dat het bevestigen van de krik ook daadwerkelijk het werken aan de auto is. En dat was dus de redding voor Alonso. In deze omstandigheden waren we van mening dat onze oorspronkelijke beslissing om een straf op te leggen aan de auto 14 moest worden teruggedraaid. En dat hebben we dan ook gedaan. Zo lieten de stewards na afloop weten. Hier is gewoon een blunder vergaan. Je gaat gewoon af als organisatie door iemand van een podium. Nee, niet op een podium, meer wel op een podium. Ja. Terwijl, we hebben het allemaal gezien wat er gebeurde. Maar in meerdere stops is dat ook gebeurd. Dus vandaar. Eerst maakten ze al die fouten dat dat de Mercedes, door te zeggen ja, ze hadden die straf niet in mogen wisselen tijdens een pitstop. Maar er is een andere regel die er boven staat, waarin je de straf moet inlopen zodra je binnenkomt. En die geldt boven de regel van je mag de straf niet inlossen in tijdens, tijdens een safety car situatie. En daar bedoelen ze eigenlijk mee: stel dat hij geen pitstop heeft, hij komt binnen, hij pakt die vijf seconden en rijdt weer weg. Maar omdat hij een hele pit op deed, dus met de banden, daardoor mocht hij wel die, die secondes in dan. Nou, en dan zien we de afgelopen jaren, zien we heel veel dat uh, iedereen die krik er tegenaan zet en dat soort dingen. Dat is niet werken aan de auto. Ja, oké, okay, dat regeltje zal nu wel wat uh, scherper gemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat Alonso wel fout ging met niet in het vak zetten. Zeker met zijn ervaring. Ja, heb jij nog suggesties voor onderwerpen die we moeten behandelen tijdens deze specials? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal.